Amen. I love the Lord. Ik hou van de Heer. I said I love the Lord. Ik zei ik hou van de Heer. He has done so many amazing things for me. Hij heeft zoveel geweldige dingen gedaan voor mij. He never ceases to amaze me. En hij stopt nooit om mij te verbazen. And I pray that you guys understand. En ik bid dat jullie begrijpen. That this is a good time to serve the Lord. Dat dit een goede tijd is om de Heer te dienen. This is an awesome time to serve Him. Dit is een ontzagwekkende tijd om de Heer te dienen. No matter what's going on in the world. En het maakt niet uit wat er gebeurt in de wereld. We serve a God who is faithful. Maar we dienen een Heer die getrouw is. We serve a God who understands us. We dienen een Heer die ons begrijpt. We serve a God who is concerned about us. En we dienen een God die bezorgd so om ons is. So one more time, can we give that God a hand clap? Dus nog één keer kunnen we de Heer een geweldig Hallelujah. Applaus geven. Come on, we love Him. Kom op, we houden van He Hem. He is the King of Kings. Hij is de koning der koningen. And He is the Lord of Lords. En hij is de Heer der Heerscharen. He is the Great I Am. Hij is de geweldige Ik Ben. He is our Healer. Hij is onze Geneesheer. He is our Deliverer. Hij is onze Bevrijder. Come on, we love Him today. Kom op, we houden van Hem Father, vandaag. We honor your presence today. Vader, we eren uw tegenwoordigheid Father, vandaag. We love you, we love you. We houden van u, we houden the van word u, we of God houden said van that u. If He be lifted up, en het woord van God zegt, als we Hem he opheffen, draw all men unto him. Dan komt Hij nader tot ons. So I just love him and give honor to him. Dus ik hou gewoon van Hem en ik geef Hem Because de eer. It's in him that we live. Want het is in Hem dat wij leven. And we move. En bewegen. And that we have our being. En dat we ons wezen Amen. Hebben. There is a word from the Lord on today. En er is een woord van de If Heer would voor vandaag. Turn your Bibles to Ecclesiastes chapter 3. Als u met mij uw Bijbel opslaat in Prediker hoofdstuk 3. Amen. Ecclesiastes chapter 3. Prediker hoofdstuk 3. Halleluja. Such an honor. Het is zo'n eer. To be here today. Om hier te zijn vandaag. Ecclesiastes chapter 3. Prediker hoofdstuk 3. And we're going to begin at verse 1. En we gaan beginnen bij vers 1. And it says, to everything there is a season, and a time of to every purpose under the heaven. Het zegt, alles heeft zijn uur, en ieder ding onder de hemel zijn tijd. That's it. Okay. Our topic for today is, talk to your neighbor and say, neighbor. Ons onderwerp voor vandaag is, en praat met je buur en zeg, buur. Your opportunity. Je gelegenheid. Is now. Is nu. Come on, talk to your neighbor on the other side. Zeg prophesy nu tegen, to them. Zeg nu tegen je buur aan de andere kant en profeteer over hen. Your opportunity is now. Jouw gelegenheid doet zich This nu voor. This is your now season. Dit is het nu seizoen. Your now season. Je nu seizoen. Amen. Listen, this is a time for the saints. Amen. Luister, dit is een tijd voor de heiligen. This is opportunity for the people of God. Dit is de gelegenheid voor de mensen van God. It's our time to recover all. Het is onze tijd om alles te herstellen. If you have lost anything, als je iets kwijt bent geraakt, this is your season of recovery. Dan is dit je seizoen van this terugkrijgen. Is your season of restoration. Dit is je seizoen van herstel. Joel chapter 2 says. Joel hoofdstuk 2 zegt. Come on, that God will restore. Kom op, dat God zal herstellen. The years that the cankerworm and the palmer worm has eaten. De jaren die de kaalvreter heeft afgenomen. So I say to you again. Dus ik zeg weer tegen u. This is your time to recover. Dat dit uw tijd is om te herstellen. Do I have anybody here on this afternoon? Is er iemand hier vanmiddag? Who has lost anything? Die iets is kwijtgeraakt. God told me to tell you today. En God heeft mij verteld om u te vertellen vandaag dat u op het punt staat om het terug te krijgen. Opportunity is now. De gelegenheid doet zich nu voor. The definition of opportunity is, de definitie van gelegenheid it is means that you have a chance for, to progress, dat u de kans heeft om vooruit te gaan, or to advance, om vooruit te komen, om te gaan to bloeien. Come ahead.
om verder te komen dan waar u was. Territory, om territoire in te winnen. To increase, om te groeien. This is your toe te nemen. Season of opportunity. En dit is uw seizoen van gelegenheden. It means that you are ready to move forward. Het betekent dat u er klaar voor bent om u vooruit te bewegen. It means that you are ready to reposition yourself. Het betekent dat u er klaar voor bent om uzelf te herpositioneren. It means that you are ready to arise. Het betekent dat u er klaar voor bent om er bovenuit te and stijgen. The word arise means en het woord opstaan, er bovenuit stijgen, betekent om je wijde te veranderen. When God sends a word, en als God een woord zendt, and this is a prophetic word today, en dit is een profetisch woord vandaag, when he sends a word, als hij een woord stuurt, to tell you that he's getting ready to shift your season, om je te vertellen dat hij er klaar voor is om je seizoen te veranderen, and to cause you to prosper in this hour, en om te veroorzaken dat je gaat voorspoedig zijn in dit you uur, have to move from a place of defeat, dan moet je verplaatsen van een plek van verslagenheid into a place of opportunity, naar een plek van gelegenheden, into a place of advancement, naar een plaats van vooruitgang. In America today, in Amerika vandaag de there's dag, a lot going on, gaat er heel veel, is gebeurd er heel veel, shaking our nation, en het schudt onze natie. But we as people of God, maar wij als mensen van God. We don't fear. Wij hebben geen angst. We take it as an opportunity. Wij nemen het als een gelegenheid. To show forth the glory of the Lord. Om de glorie van de Heer te laten this zien. This is the time. En dit is de tijd. That God is releasing the believers. Dat God de gelovigen vrijzet. That God is about to make us known in the earth for his glory. Dat God er klaar voor is om ons bekend te maken in de aarde voor zijn heerlijkheid. Some of us, en sommigen van ons, we miss a lot of opportunities in 2015. We hebben heel veel gelegenheden gemist in 2015. We allowed opportunity after opportunity to pass us by. We laten gelegenheid na gelegenheid voorbij gaan. Because of situations, vanwege situaties, because of disappointments, vanwege teleurstellingen, financial issues, financiële kwesties. We allowed opportunity to pass us by. En we laten gelegenheden aan ons voorbij gaan. But God said in 2016, maar God zegt in 2016, he's gonna allow us to redeem the time. Gaat hij ons weer toestaan om die tijd vrij te zetten. To understand that God is moving some things for you. En ik heb mensen nodig die begrijpen dat God wat dingen voor ons beweegt. Shifting some things for you. God beweegt, verandert sommige dingen voor God u. God is making a way out of no way God, for you. God maakt een weg waar geen weg is voor u. There is a miracle with your name on it. Er is een wonder met uw naam erop. There is a healing with your name on it. Er is een genezing met jouw naam erop. There is breakthrough with your name on it. Er is een doorbraak met uw naam erop. There is a breakthrough with your daughter's name on it. Er is een doorbraak met uw dochters naam erop. This is the year where God is saving our children. Dit is het jaar waarin God onze kinderen redt. Our sons and our daughters are getting ready to release the glory of the Lord. Onze zonen en dochteren worden gereed gemaakt om de glorie van de Heer vrij te zetten. I understand that different things has happened to us. En ik begrijp dat verschillende dingen met ons gebeurd zijn. But you cannot allow what happened to you in the past. Maar je kunt niet toestaan dat datgene wat met je gebeurd is in het verleden to dictate what God wants to do for you right now. Om voor te schrijven datgene wat de Heer nu met u wil gaan doen. Trouble is an indication. En problemen zijn een indicatie. That God is getting ready to do something for you. Dat God zich klaar aan het maken is om iets voor u te gaan doen. You must understand, people of God. U moet begrijpen, mensen van God. That when the enemy comes in like a flood. Dat als de vijand binnenkomt als een vloed. God will lift up a standard for you. Dan zal God daartegen een standaard opheffen. You've got to understand that greater is he that's within you. U moet begrijpen dat groter is hij die in u woont. Than he that is in the world. Dan hij die
in de wereld is. You gotta understand that you're not just a conqueror. U moet begrijpen dat u niet gewoon een overwinnaar bent. But you are more than a conqueror. Maar u bent meer dan een overwinnaar. You gotta understand in the days of trouble. En u moet begrijpen in die dagen van problemen. That the battle does not belong to you. Dat die strijd u niet toebehoort. It belongs to God. Maar het behoort God toe. So I say to you on this morning. Dus ik zeg tegen u vanmiddag, this afternoon, deze middag, that God is opening up some things for you. Dat de Heer wat dingen voor u open doet gaan. He has anointed you for this season. Hij heeft u gezalfd voor dit seizoen. He has anointed you to recover. Hij heeft u gezalfd om u te herstellen. And when God is getting ready to move you into a bigger, better and greater place. En als God in staat is om u te brengen naar een grotere en betere plaats. Better and greater. Zeg groter, beter. Bigger, better and greater. Groter, beter en nog beter. When God is getting ready to do the supernatural thing for you. Als God zich klaarmaakt om het bovennatuurlijke voor u te doen. There is a spirit that always tries to show up to contradict what God has said. Dan is er altijd een geest die opstaat om tegen te spreken wat God heeft gesproken. And that spirit is called fear. En die geest wordt angst genoemd. But the Bible tells us in 2 Timothy chapter 1 verse 7. Maar de Bijbel vertelt ons in 2 Timotheus 2 vers 7. That God has not given us the spirit of fear. Dat God ons niet heeft gegeven een geest van angst. But of love, power and of a sound mind. Maar van kracht, liefde en bezonnenheid. We cannot allow fear. We kunnen angst niet toestaan. To stop us from pursuing opportunity. Om ons tegen te houden om gelegenheden in bezit te nemen. Fear is. Angst is. It's an unpleasant emotion. Het is een niet aangename emotie. Caused by the threat of change. Dat veroorzaakt wordt door die angst voor veranderingen. Caused by the threat of pain. Dat veroorzaakt wordt door die bedreiging van pijn. Caused by the threat of harm. Of door de bedreiging van schade. It's an unpleasant emotion. Het is een onaangename emotie. That wants to limit your mobility. Dat uw mobiliteit wil beperken. Fear comes to paralyze us. Angst komt om ons te verlammen. Fear comes to stop us and so that we will not pursue the things that God has planned for us. Angst komt om ons tegen te houden zodat wij niet gaan voor datgene wat God voor ons gepland But heeft. But today we bind the spirit of fear. Maar vandaag binden we die geest van angst. I said we bind the spirit of fear. Ik zeg we binden die geest today van angst. I command you to be loose. Vandaag beveel ik dat u vrij zijt. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. Fear will make us think. Angst maakt dat wij denken. That the hurt that we endured before. Dat die pijn waar we voorheen doorheen gingen. It will happen to us again. Dat het nog een keer zal gebeuren. But some of us today. Maar sommigen van ons vandaag, we have allowed fear. We hebben toegestaan dat to cause us not to do it again. Dat angst veroorzaakt dat we het niet nog een keer doen. But you gotta do it again. Maar u moet het weer doen. You gotta try it again. U moet het weer proberen. You gotta preach again. U moet weer gaan prediken. You gotta pray again. U moet weer gaan bidden. You gotta believe God. U moet God geloven. You gotta trust in your God. U moet vertrouwen op uw God. He is able to do exceeding and abundantly. Hij is in staat om voleindig veel meer te doen. That you can ask or think. Boven hetgeen dat wij kunnen bidden of bedenken. According to the power that works in you. Naar de kracht die in u werkt. Come on, it's not gonna hurt this time. Kom op, deze keer zal het geen pijn doen. You're not going to be rejected this time. U zult deze keer niet verworpen worden. You're not going to fail this time. Dit keer zult u niet falen. You gotta move on. U moet verder gaan. You gotta know that God is with you. U moet weten dat God met u is. You gotta know that God is for you. U moet weten dat God voor u is. Can I tell you this? Mag ik u dit vertellen? God has anointed you for this season. God heeft u gezalfd voor dit seizoen. God has given you the ability.
ability to do it. God heeft u de mogelijkheden gegeven om het te doen. It don't hurt no more. En dit keer zal het geen pijn meer doen. There is a new glory on you. Er is een nieuwe heerlijkheid op u. I need you to understand today. En ik heb van u nodig dat u dat vandaag begrijpt. That what may not work for you the last time. Dat hetgeen wat de laatste keer niet voor u werkte. God is going to make it happen for you this time. Dat God het dit keer wel zal doen slagen. You need to go and apply again. U moet gaan en nog een keer solliciteren. Go back and apply for the job again. Ga terug en solliciteer nog een keer voor die baan. Go back and apply for the house again. Ga terug en solliciteer nog een keer naar dat huis. Go back and apply for the car again. Ga terug en ga nog een keer voor die auto. Go back and knock on the door of the building again. Ga terug en klop nog een keer op de deur van het Because gebouw. There is an anointing on you for opportunity. Want er is een salving op u voor gelegenheden. I release it in this atmosphere on today. En ik zet het vrij in deze atmosfeer vandaag. It's time for you to arise. Het is tijd voor u om op te staan. Change your position. Verander uw positie. Change your posture. En verander uw wijde. And believe God for opportunity. En geloof God voor gelegenheden. Believe God for something bigger, better and greater. Geloof God voor iets beters, iets groters en believe iets geweldigers. Believe God for new doors to open. Geloof God dat er nieuwe deuren open believe zullen gaan. God for new relationships. En geloof God voor nieuwe relaties. He says in the book of Isaiah. En hij zegt in het boek van Jesaja. Behold, I will do a new thing. Zie, ik zal een nieuw ding doen. God told me to tell you he wants to do a new thing in your life. En God heeft mij verteld om u te vertellen dat hij iets nieuws in uw leven wil doen. But you cannot allow fear to stop you. Maar u kunt niet toestaan dat angst u tegenhoudt. You cannot allow fear to block you. U kunt niet toestaan dat angst u blokkeert. There is a story in the Bible. En er is een verhaal in de Bijbel. It talks about Mephibosheth. En het praat over Mephibosheth. And he lived in a place of Lodabar. En hij woonde in Lodebar. And David had promised Jonathan his father. En David had aan Jonathan zijn vader beloofd. That he would bless his household. Dat hij zijn huisgezin zou zegenen. That he would show kindness to his household. Dat hij genegenheid zou tonen aan Now zijn we huishouding. Know that Lodebar is a dry place. En nu weten we dat Lodebar een droge plaats It's is. It's a place where there is no pastures. En u weet dat dat een plek is waar geen groene weiden zijn. But David had made a promise. Maar David had een belofte gemaakt. Mephibosheth was living in a place where there was no growth. En Mephibosheth die woonde op een plek waar geen groei was. But David wanted to bless him. Maar David wilde hem zegenen. And Mephibosheth had a problem receiving. En Mephibosheth had een probleem met ontvangen. Because he felt like he wasn't qualified. For it. Want hij dacht dat hij er niet voor gekwalificeerd was. And in 2 Samuel chapter 9 verse 11. En in 2 Samuel 9 vers 11. David began to rebuke the spirit of fear off of Mephibosheth. Begon David die geest van angst terecht te wijzen bij Mephibosheth. He had to cast out fear. En hij moest angst uitwerpen. So that Mephibosheth could receive. Zodat Mephibosheth kon ontvangen. Fear hinders you from receiving the blessing. Angst weerhoudt je van het ontvangen van de zegeningen. Fear is a silent killer of your dreams. Angst is een stille doder van jouw dromen. Fear is a silent killer of your vision. Angst is een stille moordenaar van je visies. Fear is a silent killer of your future. Angst is een stille moordenaar van je toekomst. There are a lot of us walking in fear today. En er zijn heel veel van ons die vandaag de dag in angst wandelen. How can you know that I'm walking in fear? Maar pastor, hoe kunt u nu weten dat ik in angst wandel? Because you won't take the chance of opportunity. Omdat u niet die kansen van gelegenheden aanneemt. We cannot in this hour. We kunnen niet in dit uur. Sit still. Stilzitten. And be happy. En gelukkig zijn. About where we are. Over waar we
we zijn vandaag de dag. God says he wants to take us from glory to glory. God zegt hij wil ons nemen van heerlijkheid naar heerlijkheid. God is a God who will advance you. En God is een God die u vooruit wil brengen. God is a God that will push you into deeper revelation. God is een God die u wil duwen in diepere openbaringen. So he blessed Mephibosheth. Dus hij zegende Mephibosheth. And the Bible says. En de Bijbel zegt. That when Mephibosheth received. Dat toen Mephibosheth ontving. The blessing from David. De zegeningen van David. He had more servants. Had hij meer dienstknechten? He ate at the king's table en hij every at day. Elke dag aan de tafel van de koning. And that's the opportunity that God wants to give the believer. En dat zijn die gelegenheden die God de gelovigen wil he geven. Wants you not to be afraid. Hij wil dat u niet bang to bent. Sit at the king's table. Om te zitten aan de tafel van de koning. There is so much waiting for you at the king's table. Er staan zoveel dingen op u te wachten. Wachten aan de tafel van de koning. De ogen hebben niet gezien. Ears have not heard. En oren hebben niet gehoord. And neither has it entered into the heart en of man. Ook is het niet doorgedrongen tot de harten van what de mensen. God wants to do in the lives of the believers. Wat God wil doen in het leven van gelovigen. You gotta learn how to receive. Je moet leren ontvangen. Everything that God has for you. Al datgene dat God voor u heeft. I refuse to allow my past. En ik weiger om mijn verleden toe te staan. To dictate to me what God can do for my future. Om voor te schrijven datgene wat God voor somebody mij kan doen in de toekomst. Bigger, better and greater. Laat iemand zeggen groter, beter en geweldiger. Bigger, better and greater. Groter, beter en geweldiger. It shall be your portion and in this season. Dat zal jouw aandeel zijn in dit seizoen. Today is your day to come out of fear. En vandaag is je dag om uit angst te komen. Today is your day to stop doubting God. En vandaag is je dag om op te houden met twijfelen today aan God. Today is the day that you must understand that Kairos has hit your life. Vandaag is de dag dat u moet begrijpen. Dat Kairos uw leven heeft. Has hit your life. Heeft geslagen. That Kairos has hit your life. Dat Kairos uw leven heeft geslagen. We understand what Kairos is. En we begrijpen wat Kairos is. Kairos is God's time for your life. Kairos is Gods tijd voor uw leven. Kairos means the opportune time. Kairos betekent die gelegen tijd, the die right geschikte time. Tijd, de juiste tijd. The set time. De gezette tijd. He sent me here on this afternoon. En hij zegt vandaag vanmiddag. To release unto you opportunity. Om aan u vrij te zetten gelegenheden. Kairos time. De Kairos tijd. This is your opportunity. En dit is uw gelegenheid. Come on, opportunity in your business. Kom op, een gelegenheid in uw zaak. Opportunity for your church. Een gelegenheid voor uw kerk. Opportunity for your finances. Een gelegenheid voor uw financiën. Opportunity for you to be free today. Een gelegenheid voor u om vrij te zijn God vandaag. God has opened up some doors for you. God heeft wat deuren voor u opengezet. God has opened up some windows for you. En God heeft wat ramen voor u opengezet. God wants you to redeem the time. En God wil dat u die tijd verlost, vrijzet. En verlossen betekent to compensate you for faults. Om u te compenseren voor falen, some voor things, fouten. Things that we have done ourselves. Dus dingen die wij zelf hebben gedaan. To miss opportunity. Om gelegenheden te missen. But God says, I'm gonna dismiss your faults. Maar God zegt, ik ga die fouten and I'm gonna afwijzen. Give, and I'm gonna give you another chance. En ik ga u nog een kans geven. I'm gonna give you a time to go do it again. En ik ga u een tijd geven om het niet weer I'm te gonna doen. Give you a time to go make it happen again. Ik ga u een tijd geven om het niet nog een keer te laten God gebeuren. Is opening up doors for you. En God maakt deuren voor u open. This door is en deze deur is geweldig this groot. Door is big. En deze deur is groot. The favor of God. En die genade van God. Is resting die gunst. On your life. Die rust op uw leven. When it comes to talk about
opportunity. Als het komt op het spreken over gelegenheden. Opportunity comes at a certain window of time. En de gelegenheid komt in een zeker raam van tijd. You don't know how long the opportunity will be there. En u weet niet hoe lang die gelegenheid zich voordoet. It could be only for 24 hours. Hij kan er misschien alleen 24 uur zijn. It could be 30 days. Hij kan er misschien 30 dagen zijn. That's why you can't allow fear. Daarom kunt u niet toestaan dat angst to stop you from pursuing. U tegenhoudt om te gaan voor. Because we fear and it stops us and we miss our window of opportunity. Want als we bang zijn, dan stoppen we en dan missen we onze raam van gelegenheid. You can't allow people to stop you from going forth for opportunity. U kunt niet toestaan dat mensen u tegengaan om voor die gelegenheden te gaan. You gotta step out in this season. U moet uitstappen in dit seizoen. And go get what belongs to you. En ga halen wat bij u hoort. You gotta step wat van u is. Out in this season. U moet in dit seizoen uitstappen. And go do what God has called you to do. En datgene gaan doen waartoe God u geroepen this heeft. Is your moment of opportunity. Dit is uw moment van gelegenheden. There is an anointing on you. Er is een zalving op u. He told the Israelites in Isaiah chapter 61. En hij zei tegen de Israëlieten in Jesaja hoofdstuk 61. What happened in the past. Hij zei, vergeet wat in het verleden is gebeurd. I'm going to release a new glory. Ik ga een nieuwe glorie over u vrijzetten. He says, get up, arise and shine. Hij sta op, schijn. Change your position. Verander uw positie. There's some people who think that you're nothing. Er zijn wat mensen die denken dat u niets bent. There's some people who think that you'll never be nothing. En er zijn mensen die denken dat u nooit iets zult zijn. There's some people that think that you're not qualified. Er zijn mensen die denken dat u niet gekwalificeerd bent. But God is giving you a window of opportunity. Maar God geeft u een raam van gelegenheden. Go and do it again. Ga en doe het opnieuw. There's an anointing on you to do it again. Er is een salving op u om het weer There's te doen. There's an anointing on you, hallelujah, to prosper again. Er is een salving op u, hallelujah, om weer voorspoedig There's te zijn. There's an anointing on you to be anointed again. Er is een salving op u om weer gezalfd te zijn. Some of you lost your prayer life. En sommige van u zijn uw gebedsleven kwijtgeraakt. But God said in this season, I'm giving you a new anointing. Maar God zegt in dit seizoen zal ik u een nieuwe zalving geven. So you gotta go and intercede again. Dus u moet gaan en opnieuw voorbeden Come doen. Out of your place of hiding. En kom uit uw schuilplaats. Come on out of your place of rejection. Kom uit uw plaats van afwijzing. Come on out of your place of loneliness. Kom uit uw plek van eenzaamheid. Come on out of your place of fear. Kom uit die plek van angst. Come on out of your place of doubt. Kom uit die plaats van twijfel. And step into your season of opportunity. En stap in uw seizoen van gelegenheden. Come on, it's a moment of opportunity. Kom Do not sit back. Het is een seizoen van gelegenheden. And en wonder, zit niet achterover geleund. And wonder, is it your turn? En zit te afvragen van, ben ik nu aan de beurt? Matthew chapter 11 and 12 says, in Matthäus hoofdstuk 11 en 12 For staat. For the kingdom of God suffereth violence. Want het koninkrijk van God die ervaart geweld. But the violent take it by force. Maar de geweldenaars grijpen ernaar. Some of you have been hit hard. En sommige van u zijn hard geslagen. You've been hit in your finances. En u bent geslagen in uw financiën. You've been hit in your body. En u bent geslagen in uw lichamen. You've been hit in your marriage. En u bent geslagen in uw huwelijk. You've been hit with your children. En u bent geslagen. Uw kinderen zijn geslagen. But there's a bounce back anointing on you. Maar er is een salving die terugkeert. You gotta get up and do it again. U moet opstaan en het nog een keer doen. He said the violent take it by force. Hij zegt de geweldenaars grijpen ernaar. You gotta learn how to reach up and grab your season. En u moet leren opstaan en uw seizoen pakken. You gotta learn how to seize the moment. U moet leren om dat seizoen te stoppen. This is not the season to be asking. Dit is niet het seizoen om te vragen. Am I qualified? Ben ik gekwalificeerd? This is not the season to be asking. Dit is niet het seizoen om te vragen. Do I have enough money? Heb ik genoeg geld? When the moment of opportunity comes. Als het moment van gelegenheden komt. Sometimes money don't
open the door. Soms maakt geld de deur niet open. Favor opens the door. Maar gunst opent die deur. God told me to release a spirit of uncommon favor. En God zei dat ik die zalving van een geweldige gunst over u vrij moet zetten. Upon you today. Op u vandaag. Uncommon favor means. Een ongewone gunst betekent. It's very rare. Dat het erg zeldzaam is. It doesn't happen to everybody. Het gebeurt niet met iedereen. I've been releasing uncommon favor. Ik heb ongewone gunst vrijgezet. In my church. In mijn kerk. I've been releasing the power of opportunity in my church. En ik heb die kracht van gelegenheden vrijgezet and the in mijn kerk. People have been seizing the moment. En die mensen hebben dat moment gepakt. And in less than 30 days, en in minder dan 30 dagen I've had three of my members had ik drie van mijn leden to purchase a home for the very first time. Dat ze voor het eerst in hun leven een huis konden kopen. I've had two of my members en ik had twee van mijn leden to open up businesses with no money down. Dat die zaken konden openen zonder geld. I've had people to write books. En ik heb mensen die boeken hebben geschreven. In less than 30 days. In minder dan 30 dagen. Because when they heard the word of God. Want toen ze het woord van God hoorden. They changed their position. Hebben ze hun positie veranderd. They stepped out of fear. Dan zijn ze uit die angst gestapt. And they stepped into a place that I can do all things through Christ. Dan zijn ze gestapt in een plaats die zegt ik vermag alle dingen in Christus die mij kracht There geeft. Are some of you who are business owners here. En er zijn mensen die een bedrijf bezitten. And your business haven't been doing exactly what you need it to do. En uw bedrijf heeft misschien niet datgene gedaan wat u nodig hebt dat het doet. But God is going to release to you today. Maar God gaat vandaag aan u vrijzetten. Nieuwe strategieën. I said new strategies. Ik zeg nieuwe strategieën. Because sometimes what we do for a long time. Want soms datgene wat we al heel erg lang doen. It doesn't work anymore. Dat werkt niet meer. So God has to download new ideas. Dus God moet nieuwe ideeën downloaden. So today God's going to download new ideas dus unto you. Vandaag gaat God nieuwe ideeën bij u downloaden. It's your season of opportunity. Want het is uw seizoen van gelegenheden. You gotta step out of being lazy. U moet uitstappen uit dat and lui zijn. Work your opportunity. En u moet uw gelegenheden bewerken. You gotta run and not be weary. U zult rennen en niet moe zijn. You gotta run knowing that your God is with you. U moet rennen en weten dat uw God met u is. Come on, when the moment of opportunity comes. Kom op, als die moment momenten van gelegenheden zich what voordoen. God is calling you to do. Waartoe God u roept. I tell also my people this. En ik vertel mijn mensen ook ditgene. If you believe God is calling you to open up a business. Als u gelooft dat God u roept om een zaak te beginnen. Or God is calling you to do something like write a book or something. Of als God u roept om bijvoorbeeld een boek te schrijven of then zoiets. Then you need to prepare yourself. Dan moet u uzelf voorbereiden. For opportunity. Voor gelegenheden. Do you have your cards ready? Hebt u uw kaarten klaar liggen? Have you open fixed your website? Hebt u uw website gemaakt? I tell them listen. Ik zeg you are looking for an open door. Als je zoekt naar een when open you are deur. Looking for opportunity, als je zoekt naar gelegenheden. You don't go in the grocery store with hair rollers in your head. Dan gaat u niet naar de groenteboer met haarrolspelden in. Because you don't know if opportunity is at the grocery store. Want u weet niet of die gelegenheid zich voordoet bij de groenteboer. Come on, you walk around. If I tell you, if I wanna, somebody may want to invest in your business. Misschien wil iemand in uw zaak investeren. Somebody may want to sow a seed in your church. Misschien wil iemand een zaad zaaien in uw kerk. And I say, if I want to do that, you have to actually sell me your business. En hij zegt, als ik dat wil doen, dan moet u eigenlijk uw bedrijf aan mij verkopen. Your presentation. Door uw presentatie. So if I ask you in 30 seconds, dus can you tell me about your business? Dus als ik u in 30 seconden vraag, kunt u me vertellen over uw you bedrijf? You should be able to tell me what's going on, what's all about. Your business. Dan zou u me kunnen moeten vertellen in wat er gaande is in 30 seconden. So that you can get my check. Zodat u mijn check kunt krijgen. Opportunity. Gelegenheid. You don't get ready. U wordt niet klaar ervoor. You be ready. U bent er klaar voor. Come on, I'm trying to tell you that
Opportunity is going to hit your life in the next 7 days. Ik ga u vertellen dat gelegenheden zich voor gaan doen in de komende 7 dagen. Opportunity is going to hit your life in the next 7 days. En gelegenheden komen binnen in de komende 7 dagen. Doors are about to swing open for you like never before. En deuren gaan wagenwijd voor u open zoals nooit tevoren. Because God has blessed you and anointed you. This is a time for the church to advance. Want de Heer heeft u gezegend en gezalfd en dit is de tijd voor de kerk om vooruit te gaan. For you to advance. Dit is de tijd voor u om vooruit te gaan. You gotta come out today. En u moet ervoor uitkomen vandaag. You gotta change your posture today. U moet uw wijde veranderen. Come on, it's yours. Kom op, het is van it u. Belongs to you. En het behoort u toe. The door of operation, opportunity. Die gelegenheden. You can't allow it to expire. U kunt niet toestaan dat de datum ervan verloopt. Get up, arise. Sta op. Pursue your dream. En ga achter uw droom aan. Pursue your vision. Ga uw visies achterna. I'm gonna say this and I'm gonna take my seat. Ik ga dit nog zeggen en dan neem ik mijn plek. Noah kept telling the people, it's gonna rain, it's gonna rain, it's gonna rain. En Noah bleef aan de mensen vertellen, het gaat regenen, het gaat regenen, het gaat regenen. Het gaat regenen, het gaat regenen, het gaat regenen. U moet komen en deze ark binnengaan, want het gaat regenen. He kept pleading with them every day. Hij bleef het aan ze zeggen en ze smeken elke dag. This is your opportunity to get in a safe place. Dat dit je gelegenheid was om in die veilige plaats te gaan. But the people kept on believing that they had time. Maar die mensen bleven maar geloven dat ze nog de tijd hadden. They thought that they would constantly have time. Ze dachten dat ze constant nog de tijd zouden hebben. But one day, maar op een dag it started raining. Begon het te regenen. One day what Noah said, die dag waarover Noah had verteld, came to pass. Die kwam echt. There were some people that took the opportunity. En er waren wat mensen die gelegenheid hadden genomen into the ark. Om in die ark te gaan. But the other people who did not believe. Maar die andere mensen die niet geloofden. When Noah told them this is your opportunity to get saved. Aan ze vertelde dit is uw gelegenheid om gered te worden. And when the rain started coming, en toen die regen begon te komen, and the rain started going higher and higher, en die regen ging hoger en hoger, they began to knock at the door. Begonnen ze te kloppen aan die deur. At the door of opportunity. Aan die deur van gelegenheid. But the door of opportunity had closed. Maar die deur van gelegenheid had zich gesloten. And not only did it close, en het had zich niet alleen gesloten. Locked. Maar hij was op slot. So I say to you today, dus ik zeg u vandaag. Do not allow the time of opportunity. Sta niet toe dat die tijd van gelegenheid. Expire on you. Om te verlopen. Pray and ask God, what should I do? Bid en vraag God, wat zou ik moeten pray doen? Pray and ask God, how should I do it? Bid en vraag God, hoe moet ik ask het doen? Ask God for wisdom. Vraag God om wijsheid. Come on, you've got to do it now. Kom op, u moet het nu doen. You've got to go now. U moet nu gaan. You've got to apply now. U moet nu solliciteren. You've got to move now. U moet nu bewegen. You've got to open it up now. We moeten het nu openstellen. We rebuke the spirit of procrastination. En we wijzen die geest van tegenstand terecht. Church folk are so lazy. Kerkmensen zijn zo lui. They expect things to just drop out of the sky. En ze verwachten dat Jezus neervalt uit de lucht. En we weten niet hoe we moeten bewegen. But today God is saying, I'm opening it up for you. Maar vandaag zegt God, ik maak het voor u open. Come on, you've got to move, people of God. Kom op, u moet bewegen, mensen van you've God. You've got to do it. U moet het doen. It's God's time for your life. Het is Gods tijd voor uw leven. It's your Kairos moment on today. Het is de Kairos tijd vandaag. The doors are opening up to you. En de deuren gaan voor u open. I said the doors have opened up unto you. Die deuren zijn voor u open gegaan. I said the doors have opened up to you. De deuren zijn voor u open gegaan. What was once closed for you? Wat eens
opeens voor u dicht was. God has made it open for you. Heeft God voor u open gemaakt. It's your choice to step in. Het is uw aan u de keuze om binnen te gaan. It's your choice. God always gives us a choice. Aan u de keuze, want God geeft ons altijd een keuze. Come out of your place of Lodabar today. Kom uit uw plaats van Lodabar vandaag. And step into opportunity today. En stap in gelegenheid vandaag. Come out of your place of torment today. En kom uit die plaats van geweld. Step into your place of opportunity. En stap in uw plaats van gelegenheid. Step out of your place of not enough today. En kom uit die plaats van niet genoeg vandaag. And step into your place of all access granted. En kom naar die plaats van alle toegang toegestaan. Come on, I release an all access granted anointing. Kom op, ik zet vrij een salving van toegang toegestaan. Whatever you need is open. Wat u nodig heeft, dat is open voor u. Come on, I said whatever you need has come open for you. Kom op, ik zeg wat u nodig heeft is open voor u. Come on, whatever you need is open for you. Kom op, wat u nodig heeft is open voor u. This is your season of the open door. En dit is uw seizoen van open deuren. This is a season where ministry shall open up to the church. Dit is het seizoen waar bedieningen open gaan voor de kerk. This is your season where wisdom shall open up to you. Dit is het seizoen waar wijsheid voor u open gaat. This is your season to take territory. Dit is uw seizoen om territoire in te nemen. You got to dominate in this hour. En u moet het domineren in dit the uur. The Lord said everywhere you tread your feet. En de Heer zegt overal waar he u said, voet zet. I will give it to you. Ik aan u geven. God is anointing your feet to take territory on today. En de Heer zalft uw voeten om uw territorium in he te nemen said, vandaag. I will cause everything that you touch to prosper. En hij zegt, ik zal veroorzaken dat alles wat God u aanraakt is zal gaan bloeien. God is anointing your hands to prosper today. En God zalft uw handen om voorspoedig te zijn vandaag. This is your opportunity of new favor. Dit is uw gelegenheid voor nieuwe gunst. This is your opportunity for divine connection. Dit is uw gelegenheid voor goddelijke verbindingen. This is your opportunity for a new job. Dit is uw gelegenheid voor een nieuwe baan. Something that you don't think that you're qualified for. Iets waarvan u dacht dat u niet God's geschikt gonna was. God's give you the wisdom to do it. En God gaat u de wijsheid geven om het te doen. Kairos has hit your life. Kairos is uw leven binnengekomen. Opportunity has hit your family. En gelegenheden hebben uw familie, zijn uw familie binnengekomen. Opportunity has hit your marriage. En gelegenheid is uw huwelijk binnengekomen. Opportunity has hit your building, your business. En gelegenheden zijn uw zaak binnengekomen. 1 Corinthians 16:9. En 1 Corinthians hoofdstuk 16 vers 9. It says for a great door. Het zegt, want een geweldige deur. An effectual door is open. Een effectieve deur is opengegaan. Unto me. Aan mij. You gotta make it personal today. En u moet het persoonlijk maken I'm not vandaag. Talking to your neighbor today, ik praat niet met uw buren I'm vandaag. To you. Maar ik praat met u. And I tell you that there's a great and effectual door. En ik vertel u dat er een grote deur is. That has opened up unto you. Die voor u is opengegaan. And it says, but there are many adversaries. Maar hij zegt, er zullen zijn veel tegenstanders zijn. There are many enemies. Er zijn veel vijanden. It's gonna try to stop you from going through the door. Die u gaan proberen tegenhouden God om de deur binnen te gaan. To tell you today en God heeft mij verteld om u vandaag te vertellen. The enemies who are inside of the door, die vijanden die in die deur staan, their die in die deur zijn. Their job is not to stop you this time. Hun taak is dit keer niet om u tegen te houden. Because God has taken the power from them. Want God heeft die kracht van ze ontnomen. He said, but the people, the adversaries, the situations that are hindering, that standing in the door. Maar hij zegt, die mensen, die situaties, this time, die in die deur staan om te verhinderen. This time they're only there to watch you prosper. Deze tijd staan ze alleen maar om u te zien voorspoedig zijn.
They can't touch you. En ze kunnen u niet aanraken. In the moment of opportunity. In dat moment van gelegenheid. You gotta understand that you're unstoppable. Moet u begrijpen dat u niet tegen te houden bent. You're unmovable. U bent onbeweegbaar. You're unshakable. U bent niet te bewegen. God is with you. Want God is met u. The door is open. En die deur is open. Kairos is now. Kairos is nu. Opportunity is now. De gelegenheid is the nu. The wait is over. En het gewicht is over. The struggle is over. De worsteling is voorbij. The fight is over. Het gevecht is voorbij. Come on, purpose has hit your life. Kom op, het doel heeft uw leven More bereikt. Than enough has hit your life. Meer dan genoeg heeft uw Don't leven miss bereikt. Your season. En mis uw seizoen you niet. Won't die in this one. En u zult hierin But niet you're doodgaan. Gonna prosper in maar this u zult one. Voorspoedig zijn hierin. You won't quit in this one. En hierin zult u niet But stoppen. You're gonna pursue in this season. Maar u gaat door in dit you're seizoen. You're gonna get back everything that was stolen. From you. En u zult alles terugnemen dat van u was You're gonna weggenomen. Get your health back. U neemt uw gezondheid You're gonna terug. Get your strength back. U neemt uw kracht terug. You're gonna get your sons and your daughters back. U neemt uw dochteren en zonen You're terug. Gonna get your authority back. U neemt uw autoriteit But terug. This is the hour of opportunity. Want dit is het uur van gelegenheden. But this is the hour for you to reposition yourself. Want dit is het uur voor u dat u uzelf But herpositioneert. This is the time Of God's favor Want dit is de tijd van Gods gunst bewijzen op uw leven. So I say to you today, dus ik zeg tegen u vandaag. Go get it. Ga het halen. I say to you today, ik zeg tegen u vandaag. Go do it. Ga het doen. You're unstoppable. U bent niet tegen te houden. God has anointed you to do it. En God heeft u gezalfd om het te doen. In this season, God has anointed you. In dit seizoen heeft de Heer u gezalfd. God has anointed you. God heeft u gezalfd om het te doen. It's your time. Dit is uw tijd. It's your season. Dit is uw seizoen. Go get it. Ga het halen. Tell your neighbor, go get it. Zeg tegen uw buur, Come ga on, het halen. Go get it. Zeg, kom op, ga het halen. Go get it. Go get ga it. Halen. Ga het halen. Go get it. Go get it. Ga het halen. Go get it. It's yours. It's yours. Ga het halen. Het is van it's yours. U. It's yours. Het is van it's u. Yours. It's yours. Het is van u. It's yours. It's for you. That's u. Right. It's for you. Het is van u. It's for me. Het is voor mij. What God has for you. Wat God heeft voor u. It is for you. Het is voor u. What God has for you. Wat God voor u heeft. It is for you. Het is voor u. I'm unstoppable. Ik ben niet tegen I'm te unstoppable. Houden. Ik ben niet tegen I'm te houden. I'm unstoppable. Ik ben niet God tegen te houden. You. God, God bless zegent you. U. God zegent u. God bless you. God zegent u. Father, in the name of Jesus. Vader, in de naam van Jezus. Father, today. Vader, vandaag. I pray that you will anoint these your people. Bid ik dat u deze mensen zult salven, uw mensen. Anoint them to go and recover all. En salf ze om heen te gaan en alles te herstellen. Anoint them, O God. Salf ze, O God. To go and get what you promised them they could have. Om te gaan en datgene te halen wat u aan hen beloofd heeft. And Father today. En Vader vandaag. I command the spirit of fear and doubt. Beveel ik die geest van angst en twijfel. To lose its power today. Om zijn kracht te verliezen vandaag. I command everything that's been held up. En ik beveel alles dat is tegengehouden. To be loosed out of heaven on today. Om vanuit de hemel losgemaakt te worden vandaag. God cause your people to increase en today. En God veroorzaak uw mensen om vandaag toe te nemen, om te groeien. Cause your people to walk in power en veroorzaak today. Dat uw mensen in kracht wandelen vandaag. Cause your people to walk in authority veroorzaak today. Dat uw mensen vandaag in autoriteit in gaan wandelen. The mighty name of Jesus. In de machtige naam van Jezus. God, open up doors that no man can shut. God, open deuren die niemand dicht kan doen. Open up the windows of heaven, God. Doe de ramen van de hemel open. And pour them out a blessing. En strooi een zegen eruit. That they do not have the room to receive. Dat ze niet de ruimte hebben om het te ontvangen. God
bless them. God zegen ze. God prosper them. God doe ze voorspoedig zijn. Laat ze voorspoedig zijn. Thank you, Father, for this house. Vader, voor dit huis. God send increase to this house. Zend een toename naar dit huis. Send increase to this house. Zend een toename naar dit huis. Send opportunities for this house. Zend gelegenheden voor dit huis. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. God touch pastor, oh God. Raak pastor aan, oh God. Pastor Stanley, give him the strength that he needs, oh God. Pastor Stanley, geef hem de kracht die hij nodig give heeft, oh God. Give him the vision that he needs, oh God. Geef hem de visie die hij nodig heeft, oh God. And give him wisdom to carry it out. Geef hem wijsheid om het uit te dragen. We thank you, Lord, for opportunities. We danken u, Heer, voor gelegenheden. The open doors that's about to hit this house. Voor open deuren die tegen dit huis Father, zullen slaan. Father, I thank you in advance. Ik dank u bij voorbaat. For what you are about to do voor datgene wat u op het punt staat om te doen in dit huis. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. Father, we thank you today. Vader, wij danken u vandaag. And we trust you for this new season. En we vertrouwen in our u voor dit nieuwe seizoen in onze leven. In Jesus' name. In Jezus' naam. Come on, tell your neighbor, go get it. Zeg tegen uw buur, ga het halen. Ga het halen. Go get it. Ga het halen. Go get it, go get it. Gaat halen.